met jullie. Goedemiddag voor de Nederlandse kijkers naar dit filmpje. Mijn naam is Mark Giekmans, ik ben 29 jaar. Ik kom uit Helmond. Dat is een stad in de buurt van Eindhoven. Daar woon ik al mijn hele leven. En, ik ga jullie vandaag vertellen over hoe ik tot de islam gekomen ben. Alhamdulillah, met dank aan Allah. Bil Qur'an ihtadai fi rahbihi tahlul haya shawqan ila al mawla atai aslamt ruhi lil ilah nurul hana. Door de week zat ik op school en ik trainde door de week bij de voetbalclub. Het weekend had ik een wedstrijd en een bijbaantje. En ik ging op stap op zaterdagavond. Eigenlijk zo zag mijn leven er een beetje uit. Gewoon eigenlijk vrij normaal, zeg maar. Niks bijzonders. Hoe ik terugkijk op mezelf in die tijd, ik denk dat ik vrij oppervlakkig persoon was. Ik dacht eigenlijk nergens over na, zeg maar. De enige zorg in mijn leven was eigenlijk wanneer is het weer weekend, zeg maar. Dus, dat je eigenlijk elke dag weer af zat te tellen van wanneer is het weer weekend, kan ik weer een beetje feesten. Zoals je het wel eens hoort in een moskee met de imam, die haalt je dan naar voren en die laat je de shahada uitspreken. En iemand roept takbir, Allahu Akbar. En iedereen wordt enthousiast en iedereen gaat jou knuffelen en je wordt omhelst. En dat is een heel mooie manier van in de gemeenschap opgenomen worden, van moslim worden, zeg maar. Maar ik heb het gewoon bij mij thuis, bij mijn ouders, toen woonde ik nog bij mijn ouders in de tuin gedaan in mijn eentje. En alleen Allah was mijn getuige. En daarna heb ik een bad genomen en toen was ik dus moslim. Maar ze reageerden in eerste instantie vrij fel, zeg maar. Ze dachten dat ik, ga je nou extremist worden en dat soort dingen allemaal. Je gaat nou terug in de tijd, helemaal naar de middeleeuwen. Wat is dat nou? Dat zijn we niet van jou gewend. We kennen jou niet terug, zo. Een beetje schrikreacties in het begin. Maar na de Ramadan, toen raakte ik een beetje in een dipje. Toen er was eigenlijk zoveel gebeurd dat ik langzaam zelfs depressief werd. En, ik slikte zelfs een tijdje middelen tegen depressiviteit. En, ik voelde me heel erg slecht. En, geloof hield mij wel op de been, zeg maar, bidden en vragen om betere tijden en de dua's, zeg maar, hoe noem je dat, smeekbedes naar richting Allah toe om je uit moeilijke tijd te halen. Leggen mensen vaak veel te veel de nadruk op hoe we van elkaar verschillen. En, dat is sowieso niet goed. Je kunt het beste met elkaar in gesprek gaan. Zo ontstaat er respect voor elkaar. En zo worden misschien mensen op een andere manier aan het denken gezet. En, zonder meteen in de vooroordelen te treden. Ik denk dat dat heel belangrijk is.